Goedendag mensen, vandaag zijn we onderweg. En we gaan de nieuwe project Thomas ophalen. Ja, we rijden weer in de Peugeot, dus dat kan maar één ding betekenen. We gaan weer een Thomas vervoeren. En hij is in ieder geval redelijk in elkaar. Was in de wielen zitten eraan, denk ik. Één wiel volgens mij. Oh, één wiel. Ja, ja. Het is een mono, een monowiel Thomas. Het voorwiel, dacht ik. Oh. Denk op alleen het achterwiel kun je nog wel rijden. Ja, wij niet. Ja, wij niet. Nee. Nou, er zit toch geen motorblok onder. Dus dat is wel ingewikkeld. Ding, ja. Tenzij we de trappers aanmaken natuurlijk. Een loopfiets monowiel. Nee, we gaan hem ophalen. Het blok ligt er nog los van. En misschien mist er het een en ander, maar er ligt in ieder geval het een en ander uit elkaar. Ja. Het worden allemaal mooie verrassingen. En we gaan hem ophalen bij een kijker. Ja, zeker. Super vet, hè? Voor nul. Voor nul. Maar... we geven wel 4 flesjes bier. Dat is toch wel leuk. Kijk, en ja. niet met nee, nee, precies. Komen, dat het, toch even een schappelijk bedankje op zijn minst iets. Ja, ja, precies. Dus ben benieuwd wat we aan gaan treffen. Ik ook. Nou, er ligt iets achterin. Ik bedoel eigenlijk niet het meisje wat er zit. De Thomas. Dan denk ik dat we terug naar Eindhoven crossen en dan gaan we daar eens laten zien wat we precies hebben. Ja, we moeten nog even overschrijven. Ja. Als dat gedaan is, dan... Oh, trouwens, als iemand snapt waarom alles zo groen is bij Den Bosch, laat het weten, want het is een beetje raar. Alle matrixborden en zo. Iedere keer als ik hier met Jacco ben, dan vraag ik hem af. Maar ja, we gaan hem even overschrijven. We gaan eens laten zien wat we precies hebben. En heel erg bedankt voor de Thomas. Staat hij dan? Eigenlijk in best goede staat, vind ik. Je moet er een beetje doorheen kunnen kijken, maar nieuw type voorvork. Ja. Veert ook nog goed. En ik hoor je misschien zeggen dat er het een en ander mist. We krijgen hier dus nog een fikse doos met spulletjes erbij. En hier zitten ze ongeveer alles in, behalve natuurlijk de cilinder. Het blok ligt goed uit elkaar. Maar ja, dat wordt toch een mooie video's, denk je niet? Dat denk ik wel, ja. Zoals de ketting ligt erbij, ja. Ik denk dat je met deze onderdelen wel ver komt. Denk het ook. Ja. Dus ja. Heb je wel te doen. Dat zeker. Zo, hij staat en dat was het voor deze video. Als je de rest van deze serie wil zien, klik dan even op die abonneerknop. Als je deze persoon ook wil bedanken voor de vette Thomas, doe dat dan even in de comments. Geef een duimpje omhoog en we zien jullie heel graag terug in de volgende video. Joe!